Welkom terug in en vanuit de CannaStemBus.nl die op het plein in Den Haag staat vandaag, nog steeds in de zon. We hebben weer een nieuwe gast in de bus en dat is niemand minder dan Richard de Mos, lijsttrekker van Code Oranje. Welkom. Hallo, leuk hier te zijn. Fijn dat je even tijd hebt genomen om hier te komen. We hadden het al even over ras-echte Hagenees. Je bent geboren in Delft? Geboren in Delft, ja. En, al sinds lange tijd woonachtig in Den Haag. Dus ik voel me wel echt Hagenees. En ook doordat ik in de gemeentepolitiek natuurlijk fractievoorzitter ben van de grootste partij in de stad. Mm-hmm. Dus ik ben hier gepokt en gemazeld. Ja, precies. Echt getogen, dat in ieder geval wel. Ik ga even zoeken naar het lijstje met vragen dat wij aan alle kandidaat-Kamerleden en Kamerleden stellen als we met de CannaStembus onderweg zijn. Want die gaan we natuurlijk ook even aan, mag ik jou zeggen? Zeker weten. Ja. Aan jou stellen. Heel fijn. Te beginnen met deze vraag. Nederland moet ernaar streven om cannabis volledig te legaliseren zoals dat ook in onder andere Canada en een groeiend aantal Amerikaanse staten is gebeurd. Bent u het daarmee eens? Jij? Ja, daar ben ik het roerend mee eens. Ik denk dat je dat om een aantal redenen moet doen. Ten eerste, ik denk dat je betere controle hebt op de druk zelf. Mm-hmm. Ten tweede, het is een enorm schemergebied. Het is niet uit te leggen dat het in de coffeeshops verkocht mag worden. Dat je het niet mag verbouwen. Ja, dat is natuurlijk geen touw aan vast te knopen. Ja. En ik denk dat je met je voorlichting, bijvoorbeeld ook met het instellen van een leeftijdsgrens bij de legale verkoop. Ja, precies. Dat je allemaal slagen kan maken om het te verbeteren. En nu hou je het in een heel vaag circuit. We gedogen het. Ja, als je het gedoogt, regel het gewoon goed. En zorg gewoon dat dat gewoon volledig wordt gelegaliseerd. En ik denk dat je dan ook criminaliteit aanpakt. Want nu komt het toch ook vaak in een circuit van criminelen die daar een goede boterham aan verdienen. Ja, ik heb liever dat dat verdiend wordt door een legale koffieshophouder. Precies. Die op een goede manier gewoon aan zijn of haar producten komt. Ja. Netjes belasting over betalen. Dat absoluut, ook nog. Het is ook nog een keer goed voor de staatskas. Ja, en nu verdwijnt het in de zakken van toch vaak van criminelen. Ja. En ik heb het liever dat het in de zakken verdwijnt van goede ondernemers die daar ook nog eens een keer belasting over betalen. Duidelijk. De volgende vraag. Voedingsproducten met cannabis of werkzame stoffen uit de plant, zogenaamde edibles, zouden als alternatief voor het roken of verdampen van cannabis verkrijgbaar moeten zijn in de coffeeshops. Ben jij het daarmee eens? Ook daar ben ik het mee eens. Ik denk dat mensen verstandig genoeg zijn om keuzes te maken op wat ze gebruiken. En als je dat in een gecontroleerde omgeving doet die gelegaliseerd is, waar je ook afspraken met elkaar kan maken over hoe je het verkoopt. Ik heb net al even gezegd, een leeftijdsafspraak. Andere afspraken waar je voor in aanmerking kan komen om het wel of niet te kopen. Als je dat gewoon aan de voorkant goed dichttimmert met degene die het gaan verkopen, denk ik dat je daar gewoon veel meer winst in maakt dan dat we het nu doen. Ja, oké. De derde. Het ter plekke kunnen consumeren van cannabisproducten behoort tot de essentie van de coffeeshop zoals die in ons land nu zo'n halve eeuw bestaat. Ben jij het daarmee eens? Ja, de vraag is dus dat je het daar dus ook gewoon mag oproken. Precies, ja. Dat is ook wat uniek is eigenlijk in de wereld nog steeds. Ik denk dat dat juist hartstikke gezellig is. En of je nou met elkaar een biertje drinkt op een terras of je rookt een blootje. Ik bedoel, ik ben opgegroeid bij FC Den Haag waar achter mij de halve achterban aan de vredespijp zat. En dat was altijd prima. Dus ik denk dat we eens moeten ophouden met die verkramptheid over het roken van een blootje. Ik bedoel, heel veel mensen gebruiken dat. Die functioneren 1 miljoen prima. Mensen. Ja. Die functioneren prima in de samenleving. Net zoals heel veel mensen als ze thuiskomen een biertje of een wijntje drinken. Dus die gespannenheid moet er vanaf. Je moet wel in je voorlichting ervoor zorgen dat de stap, en dat wordt natuurlijk vaak gezegd bij softdrugs, dat de stap naar harddrugs, wat verslavend kan zijn, dat je dat met goede voorlichting en goede uitleg. Die theorie, trouwens, want dat is echt een theorie, die klopt dus niet. Nee, als je gaat nakijken, onderzoek ook. Het is echt niet zo dat die kans daarop, er is geen oorzakelijk verband tussen. Nee, maar daarom is eigenlijk gelukkig ook het woord altijd gezegd. Ja, precies. En het is vooral angst. En we hebben toch ook, en er zijn ook mensen met een alcoholprobleem, moet je ook overgoed. En overal waar te voor staat is slecht, te dik, te gezellig niet, maar te veel. Dat is gewoon niet goed. Dus als je het op een goede manier doet, dan zijn mensen mans genoeg om zelf de keuzes te maken en voor zichzelf te zorgen. En ik ken heel veel mensen die een blootje roken. En wat ik net al zei, dat zijn mensen die prima functioneren in de maatschappij. Prima de verantwoordelijkheid nemen. En die het gewoon lekker vinden na een stressvolle dag of in het weekend. Of gewoon een blootje te roken. Ja. Nou, geen probleem, gewoon doen. En geen kater. Hè? Nee, dat is ook nog een voordeel, ja. Ja, ik heb het zelf ook geprobeerd. Je jeugd probeer je van alles uit. Ik vond het niks. Uh-huh. Dus ik drink liever een biertje of een wijntje. Maar als je het wel wat vindt, Sessa. Ja, precies. Ik zelf vind het eigenlijk alle drie wel lekker. Ja. Ja. De derde vraag. Nee, de vierde al. We vliegen er doorheen. Bij het testen, tot nu toe is de ervaring dat de mensen in de bus deze het moeilijkst vinden. Dus let goed op. Ik ben benieuwd. Bij het testen van verkeersdeelnemers op cannabisgebruik dient het effect op de rijvaardigheid leidend te zijn, niet de in het bloed aantoonbare THC. Het effect van cannabis duurt immers maar zo'n 4 uur, terwijl THC nog dagen of zelfs weken na het gebruik in het bloed aantoonbaar is. Vind jij dat de regelgeving in deze zin moet worden aangepast? Ja, nou, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben met hoe jij hem inleidt. Dat inderdaad het moet gaan... Doe jij het verkeer in gevaar brengen? Ja of precies. Nee? Dat is waarvoor je handhaaft en waarvoor je mensen aanhoudt. Nou, bij alcohol is bekend boven een bepaald promillage. Ja. Krijg je de bon. Nou, daar zou je goede afspraken over kunnen maken. Het is bekend van meerdere drugssoorten dat langere tijd in je lichaam kan blijven. Terwijl je al lang goed functioneert. Dus ik zou zeggen, kijk naar de effectiviteit van je rijgedrag. Nou, als dat is, en daar weet ik te weinig van, maar het klinkt heel aannemelijk hoe jij dat zegt. Als dat is op dat eerste, dat het 4 uur in je lichaam blijft. Ongeveer, nou, ja. Dan betekent dus dat als je wat gebruikt hebt, dat je dus 4 uur niet moet rijden. Doe je dat wel, moet je gewoon een boete krijgen. Want breng jij het verkeer in gevaar. En daarmee dus jezelf, maar ook andere mensen, moet je aangepakt worden. Maar als jij gebruikt hebt en je voelt je de dag daarna weer kip lekker en prima. En als je dan wordt aangehouden, ja, vind ik het een beetje vreemd als je dan een boete krijgt. Dus lijkt me ook weer een hele logische voor de landelijke politiek om dat gewoon goed te regelen. Duidelijk. De zesde vraag. Nee, de vijfde vraag. Zo snel gaat het ook niet. Het is voor coffeeshops op dit moment verboden om hun cannabis door een laboratorium te laten testen op eventuele vervuiling en of de gehaltes van werkzame stoffen in die cannabis. Vind jij dat coffeeshops dat wel zouden moeten mogen? Ja, dat is eigenlijk wat we bij een van de voorgaande vragen hebben besproken. Als je het legaliseert, dan zou je dus ook veiligere drugs kunnen realiseren. Dus gooi het open. Zorg dat we top of the bill wiet verkopen. Wat gewoon helemaal veilig is, helemaal goed is. En dat mensen daar op een goede manier van kunnen genieten. Of het moeten gebruiken omdat het gewoon werkt voor medicatie. Ja. Zorg dat het gewoon geregeld is en zorg dat je drugs, dat vind ik overigens ook van harddrugs. We kunnen onze kop in het zand steken, maar we weten allemaal als straks de evenementen weer open gaan, dat mensen een pilletje nemen, dat mensen een lijntje nemen. Laat die pillen gewoon testen. Ik heb liever dat ze een geteste pil nemen en niet doodgaan, dan dat we heel stoer gaan zeggen, nee, je mag het niet gebruiken. Terwijl we allemaal weten dat veel mensen dat wel gebruiken. Heb ik liever dat het een geteste pil is dan dat het een foute pil is. En dan zijn de gevolgen, en dat is ook een aantal keren gebleken, ja, absoluut, die zijn met dodelijke afloop. En dat moet je gewoon voorkomen met regelgeving. Ja. En dan kunnen we beter niet het beste jongetje van de klas zijn. Dan kunnen we beter realist zijn en weten, joh, mensen experimenteren. Hebben we allemaal gedaan, of de meesten hebben het gedaan. Ja. En als je experimenteert, ik heb zelf een dochter. Als zij later gaat experimenteren, zou ik het graag willen dat ze dat zo veilig mogelijk doet en dat ze ook weer heel thuis komt. Ook een duidelijk verhaal, Richard. Oké, de zesde vraag. Elke volwassen Nederlander zou maximaal 5 cannabisplanten thuis moeten kunnen telen voor persoonlijke consumptie, zonder angst voor strafvervolging of huisuitzetting. Ben je het met deze stelling eens? Ja, moet wel. Ik vind wel. Ik denk door het te legaliseren dat je ook afkomt van de helikopters die boven delen van de stad vliegen om die wietkwekerijen die illegaal zijn op te sporen. Daar wordt natuurlijk veel aan verdiend. Daar is veel misdaad. Daar zijn ook slachtoffers in de misdaad. Dus legaliseer dat en zorg dat eerlijke ondernemers geld gaan verdienen en dat je voor de privéconsumptie een paar planten in je huiskamer hebt. Dat is helemaal prima. Dus als het bij die 5 blijft, dan kan dat op steun rekenen van Code Oranje. Ook een duidelijke boodschap, moet ik zeggen. Inderdaad, we gaan dadelijk nog even, kunnen we nog wat verder praten voor zover jij tijd hebt. Want het is natuurlijk campagnetijd. Maar we zijn nu toe aan de laatste van de vaste vragen die we aan iedereen stellen. En die gaat over hennep. Dus het zeg maar niet rookbare zusje van de cannabisplant. Hennep kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van klimaatverandering. Vindt u dat de overheid toepassing van hennep als duurzame grondstof en wapen tegen klimaatverandering moet stimuleren? Oeh, nou, vind ik een lastige. Ik geloof wel gewoon in meer groen, want bomen doen CO2 opslaan. Dus komt het zo uit, is dat prima om daar nou speciaal beleid voor te maken. Denk ik dat dat een beetje over de top is. Dus, ja, als daar een ondernemer goed verdient omdat hij hennep verbouwt. Ik vind wel, het doel moet wel zijn, levert het ook wat op. Voor de maatschappij, voor de ondernemer, voor de wereld. Ik denk dat je de klimaatverandering ook kan helpen door van fossiel naar schone energie te gaan. Nou, dat zal hennep, als ik dat zo hoor, bij kunnen helpen. Absoluut. Ik denk daar niet tegen. Maar om het een doel op zich te maken. Ik denk stimuleren vanuit de overheid niet zozeer. Nee. Meer aan de vrije markt. Ja, innovatieve MKB'ers. Laat het uit de markt komen. Als die een goed plan hebben, onderbouwd, sta ik er altijd voor open. Maar ik ben niet zo van de subsidies en het aanjagen vanuit de overheid. Ik geloof niet in een maakbare samenleving. Ik geloof dat mensen het doen. En als mensen goede plannen hebben, dan sta ik altijd open om die plannen te faciliteren. Ja. Maar het moet vanuit de markt, net zoals ik heel erg blij ben met de uitvinding van zonnepanelen. En dan zeg ik, ja, zet er niet al die zonneparken op het land neer, dat is foei lelijk. Maar geef alle mensen zonnepanelen op de daken. Dan heb je 3 keer winst, energietransitie, je houdt het landschap mooi. En je zorgt dat mensen een lagere energierekening krijgen. Nou, kan je zoiets ook. En nummer 4, je zorgt voor werkgelegenheid om al die dingen op het dak te gaan leggen. Die vergat ik nog even. Die ga ik nog niet meenemen in het debat. Maar als je dat dus ook kan doen met hennep. En daar zit er gewoon een systeem achter wat zichzelf kan bedrijven en ook nog eens goed is. Krijg je bij mij altijd de handen op elkaar. Oké. Nou, dat waren de 7 vaste vragen. Wat ik zelf nog heel interessant vond. We hadden het er eigenlijk al heel kort even over buiten de bus in het zonnetje. Ja. Over het algemeen, de rechts, of in ieder geval als rechts neergezette partijen in Nederland, zijn eigenlijk meestal juist voor het verbod. Dus die willen eigenlijk geen legalisering. Ja. Jij wordt ook in ieder geval vaak neergezet natuurlijk met Code Oranje als aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ja. Waarom denk je dat verschil daar is? Dat jij, je hebt natuurlijk altijd een en ander over uitgelegd. Ja. Maar waar zit hem dat in dat die andere meer rechtse partijen tegen zijn? Rechts willen natuurlijk altijd geprofileerd worden als het oude law and order. En volgens mij is dat aangaande wiet, is dat gewoon een hele gekke. Want volgens mij ga je law and order creëren door het legaal te maken. Volgens mij ga je dan juist die criminelen die nu geld eraan verdienen, het brood uit de mond nemen. Exactly. Dus als je law and order wil, dan zou ik zeggen legaliseer dit. En dit is al een discussie die al jarenlang speelt. Ja. Dus vooruit met de geit, laten we het een keertje oplossen. Want we hebben gezien dat law and order op dit dossier niet werkt. Ik ben ook voor law and order. Als jij huiselijk geweld gebruikt of als jij geweld gebruikt tegen de politie of op een andere manier geweld, keihard aanpakken. Ja. Maar dit is zo in een schemergebied, zo onzichtbaar, zo vaag. Ja, volgens mij is law and order geholpen bij het legaliseren van softdrugs. Ik weet het wel zeker. Maar het is erg verfrissend omdat inderdaad. Maar dat is dus wat dus rechtse partijen willen die law and order partij zijn. Nou, ik ben geen rechtse partij. Ik vind het ook echt zo 1980 om thema's te plaatsen in links en rechts hokjes. Maar zie jij conservatief of liberaal. Je moet gewoon kijken wat is het probleem. Hoe gaan we het probleem oplossen? Ik zie bij het niet legaliseren van softdrugs het probleem dat criminaliteit weligtiert. Dat we nog steeds in heel veel wijken illegale hennepkwekerijen hebben. Dat criminelen er geld aan verdienen, dat het in een verdomhoekje wordt gezet. Mensen die een blootje roken, die worden door sommigen ook gecriminaliseerd. Ik denk, hou er eens mee op. We drinken ook een biertje of een wijntje. En laten we het gewoon goed regelen met elkaar. En het is ook niet uit te leggen dat je het in de koffieshop mag kopen en het mag niet worden geproduceerd. En we weten allemaal dat het geproduceerd wordt. Ja, dus het is ook beleid wat... We doen het al 45 jaar op die manier. Het slaat kant nog wel. Dus los het nou gewoon een keer goed op. En dan is de law and order daarbij gebaat. Maar dat is de reden, denk ik, dat rechtsgevreemde partijen het altijd willen verbieden. Omdat ze dan die law and order partijen kunnen zijn. Ja. Terwijl de werkelijkheid inderdaad heel anders is. En je hebt net al gezegd dat mensen die harddrugs gebruiken niet per definitie softdrugs hebben gebruikt. Nee. Ik ken die onderzoeken niet uit mijn hoofd. Het gaat om het oorzakelijke verband. Zoals je ook niet kan zeggen, elke alcoholist is begonnen met melk, dus laten we die melk snel uit de supermarkt halen. Precies. Daar zit geen oorzakelijk verband. Ik denk dat het verband er zit, de verslaving zit bij de gesteldheid van jezelf. Dus en wat je precies gebruikt maakt eigenlijk niet uit. Het maakt niet uit. Mensen die gaan vaak alcoholist worden omdat ze een onverwerkt verleden hebben of dat ze een probleem hebben waar ze niet tegenaan lopen. Ja, dat komt niet door dat biertje. Dat komt omdat mensen niet lekker in hun vel zitten. Moet je daarbij helpen. Ja. In plaats van alles maar te verbieden. We hebben gezien dat de drooglegging in de jaren 20 ook niet heeft gewerkt. En toen was de misdaad in de Verenigde Staten nog nooit zo groot geweest. Dus door dat te legaliseren werd er heel veel misdaad opgelost. Absoluut, nou, laten we dat ook doen met, nu, 100 jaar later, met softdrugs. Het is niet zo ingewikkeld eigenlijk, hè? Als je er even over nadenkt. Ik sta wel voor het gezonde verstand. Dus als je gewoon met mensen praat, naar dingen kijkt, en gewoon je logisch gezonde verstand gebruikt, denk ik dat dit een dossier is wat we heel snel kunnen fixen en dan heel snel achter ons kunnen laten. Ja. En dat iedereen in goede harmonie, al dan niet, moet je zelf weten of je dat wil, een blootje met elkaar kan roken. Ik zal me er in ieder geval niet aan storen. En wat mij betreft moet dat ook gewoon kunnen op een terras of op straat. Ja. Net zoals je op een terras of straat ook een biertje mag drinken. Ja, duidelijk. Hey, een laatste dingetje. Jij bent Hagenees, jij bent een lokale politicus, je gaat nou voor nationale politiek. Ja. Wat zeg jij tegen mensen, of ze nou wel of niet in de koffieshop zitten of hier kijken omdat ze het interessant vinden, die denken: stemmen, het heeft geen zin, het is doorgestoken kaart, het zijn zakkenvullers, het gaat nooit iets veranderen. Wat is jouw boodschap aan die mensen? Nou, ik snap wel dat mensen gefrustreerd raken door politiek. Zeker ook omdat de kloof tussen burger en politiek eigenlijk nog nooit zo groot geweest is. Mensen willen dingen niet en dat gebeurt. Dus ik sta ook politiek voor van onderaf. Hè, dat noem je dan die ombudspolitiek. Samen met mensen, door gewoon met mensen te gaan praten en in gesprek te gaan. Maar ja, als je niet stemt, ja, dan kan je daarna weer 4 jaar blijven kankeren. Maar dan heb je ook niks gedaan om een frisse wind mogelijk te maken. Ja. Nou, als mensen nou dit hebben gezien en denken: joh, die gozer die klopt ergens wel. Ik geef hem mijn stem, dan gaan wij proberen om die frisse wind in Den Haag te laten doen waaien. Welk lijstnummer? Lijst 16, Code Oranje. En dan, ik hoop wel dat mensen gaan stemmen. Het is een recht en er zijn heel veel landen waar ze keihard moeten knokken om dat recht nog te krijgen. Wij krijgen het zomaar. En wij krijgen het in de schoot geworpen. Ja, er is keuze zat, want er doen dit jaar 37 partijen mee. Dus gebruik je stem en kijk gewoon wat voor jezelf belangrijk is en laat je stem horen. Daar ben ik het volledig mee eens. Hartelijk dank Richard de Mos dat je even hier wilde zijn. Heel graag gedaan en tot de volgende keer. Wij gaan er voor de kijkers weer even uit voor een kleine wisseling in de studio en een kleine plaspauze. Maar blijf vooral hangen, want we zijn dadelijk weer terug met een kleine verrassing. Maar daar moet je dus voor blijven hangen.